September vorig jaar werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe turfschip in Etten-Leur. Vrijdag bereikte de bouw van het complex aan de Leurse haven zijn hoogste punt. De nieuwbouw verloopt nog steeds volgens de planning. Het ruim 6100 vierkante meter grote complex moet rond de zomervakantie van volgend jaar haar deuren kunnen openen. Het oude turfschip aan de Lange Brugstraat zal worden gesloopt. Hier komen parkeerplaatsen.